Nee. Dit is weer gewoon in een prank. Ja, man. Nee. Als allereerst, welkom bij een nieuwe vlog, man. We gaan gewoon door, man. We gaan door. Die screens zijn bereikt, dus ik heb weer wat goed te maken met jullie. Ik ben hier met Jip. Hij is levensmoe. Kijk hem, man. Hij heeft een hangover gehad. Dus, vandaag weer eens een vlogje. Weer neem ik jullie van een dagje mee in mijn leven. Toen we een aantal dingen doen. Zoveel naar Purmerend. En naar Bios in de avond. Ik ga even dingen bellen. Weet ie. Draghi. Het is al middag, broer. Ik weet niet wanneer het voor je morgen is. Maar mensen, ik ga jullie even wat zeggen. Ik ben niet met de enige echte. Machine driver Sham. Driver, hè? Follow me to machine driver Sham, Instagram en zo naar alle ladies. En zo naar alle ladies. En zo naar jullie allemaal. Op wat van je? Wat voor type meiden van je? 18 plus en rond 40 jaar. 18 plus rond 40 jaar. 18 plus rond 40 jaar gewoon. Hey, kijk dit, ja. Thank you, sir. Thank you. Wat een service, hè? Maar hey, fucken met die koep dan. Die koep is wild, hè? Broer, super wild, wat is dit? Is broer, is wild, man. En luister al, ik ben vergeten wat je doet. Kijk, kijk deze man. Hij heeft gewoon een drippel. Kom op. Alles in één keer met die punt, Ik wil alles in één keer zien. Oké, doe alles in één keer, Happen. Man, hij is dit gewend, man. Dit kan niet anders. Bij 1000 blauwe duimpjes ga jij kaal, alsjeblieft. 1000, hè, broer. 1000 is wel echt weinig. Broer, dat is hajek veel, broer. En je weet dat mijn kaps. Als ik kaal ga. Nee. Broer, oké, weet je wat? 1000 blauwe duimpjes. Binnen. Ja, dat gaat goed. Twee weken. Maar kijk, ik ga sowieso niet kaal. Kaal kan echt. Oké, wacht. Niet scheermeskaal, maar gewoon gemillimeterd. 1000, broer. Broer, dit is wat je doet, broer. Wacht, laat me er even over nadenken en ik. En je moet me vloggen wanneer ik straks bij de kapper ben, oké? Ga ik met hem bespreken. Ah, is cool. Ja, en dan ga ik ook iets heel bekend maken over dat gaat er nog niet. Oké, man. Tallal. Opgefrist. Even wat halen met een grote hand. Ja, wat jullie zien, is het dan wel, man? Ik ben een beetje wennen aan het kaligheid, man. Zo, beetje wennen, man. Parkeer hem op de stoep. Easy. Kijk. Yes, ik ga even wat te eten halen. Ik sterf van de honger. Kijk wat de verhalen valt. Jullie dat? Een Subway Drive. Waar heb je dat nog meer dan? Lekker hoor. Een broodje halen. Even wat hoesjes gefixt voor de plug. Je weet het, die hoesjes zijn te bestellen op jesse.nl trouwens. Mocht je er ook in willen. Kortingscode staat in mijn beschrijving. Check het. Onderweg naar Purmerend. Ik zou eigenlijk uit eten gaan met Leroy, maar ik hoor dat hij al vertrokken is. Althans, dat heeft hij mij verteld, omdat ik weer eens te laat ben, zegt hij. Dan even kijken wat er dan te doen valt. Het
Maar geen wraps. Wraps niet, man. Dat wil ik al misselijk van. Zo heet dit? Hoe heet dit? Spinaziesoep. Is het vegetariër? Ja, man. Spinaziesoep van... Brenna, Jeffa. De moeder van Joshua, zeg ik dan maar. Ja, dat mag. Toch? Noem jij het ook de moeder van Joshua? Of zeg je nog mama? De moeder van Joshua. Moeder van Joshua. En daarnaast is een? Kaasbroodje. Kaasbroodje. Oké, we gaan het even proberen. Ik moet ineens, Joshua's broertje gaan pranken. Moet de geluid niet zachter. Dus ik doe alsof ik met jullie aan het vloggen ben en dan hier toch, zetten we die poppenkast. Dus we zijn, snap je? Moet even niet doen alsof ik aan het vloggen ben, weet je. Dus ja. Is dat... Oh, dus jij vond mijn trui niet goed? Nee, man. Ik had een hoodie besteld. Maar je had een t-shirt tegen mij gezegd? Nee, hoodie als het is. T-shirt, man. Ik heb het nog op app volgens mij, man. Je zei t-shirt tegen mij, man. Oh, sorry. Ik dacht dat ik hoodie had gezegd. Maar de volgende keer, ik zei toch al dat je moest mailen? Oh ja. Ja, zie je, dan krijg je dit soort dingen, man. En het is wel zonde. Ja, man. Nee, Zoals, hoe is het? Nee. Dus ik ben gewoon in een prank. Ja, man. Nee. Joshua's broertje heeft een kledingmerk gestart. Het heet Two Brothers. Met een Z. Met een Z. Ik druk voor hem, zeg maar. En hij moest mij eigenlijk mailen, maar app me altijd als hij wat wil bestellen, weet je. Dus we zouden hem nu even pranken. Het is wel gewoon goed, man. Je hebt wel een zwarte trui met witte. Ja? Ja, man. Oké. Sowieso, ga gewoon naar zijn Insta toe. Wil je ook een trui, zeg maar, t-shirt? Ga naar zijn Insta, hij verkoopt ze daar zo. Yes? Thanks, man. Rustig. Maar, het is niet donker genoeg, man. Wat hebben jullie gedaan? Eveline? We hadden contact. Wat hebben jullie gedaan dan? Rustig aan. Wat hebben jullie gedaan dan? Het telefoon heel. Wat hebben jullie gedaan dan? Waarom doe je snel het licht aan? Nee toch? Wat doe je snel het licht aan? Iedereen hoeft alles te weten. Hij gaat toch weer barbecuen? Zeg maar. Wat gaan jullie doen? Hoezo doe je ineens licht uit? Ik kom hier om mijn telefoon te maken. Man doet ineens een licht uit gewoon. Hé. Hey. Hè? Je ziet toch niks. Ik zie man. Je ziet niks? Nee. Nou, je hoort wel genoeg. Nee hè? Nee, denk het ook man. De donker wit je, je ziet niks. Je ziet alleen mijn tanden nu. Nee, maar even serieus, ik moet mijn telly maken man. Ga je nog wat doen of niet? Nee, serieus, ik ga weg man. Denk dat je heen gaat, kill. Waar denk je dat je heen gaat? Je gaat nergens heen. Blijf hier staan, man. Blijf staan. Zeg, man. Fuck it, I love. Hoe is het bro? Kill, flikker op man. Dat is lekker. Ga get kill. Wat is gebeurd? Ga get kill. Wil je kusje? Kom. Ga get kill. Wil je het ook doen? Ga get. Je bent sinds vanmiddag hier, waarom kom je niet de hele dag? Omdat ik toch andere dingen moest doen eens. Ga je filmen kill? Fuck off man, what the fuck G? Fuck jou met je vlog shit. Fuck you nigga. Fuck. Wat? Dat we gingen racen, even voor de duidelijkheid mensen. Deze jongen was gewoon aan het rijden en deze man had helemaal geen idee wat de fuck er aan de hand is. Ja? Dus ik kwam zo uit de hoek, zo poef, ik kwam in één keer inhalen. En toen schrok hij, hij keek zo, hij dacht shit, is shit drijft bij of weet ik veel, what the fuck. En toen schrok hij. En daarna pas heeft hij alleen maar dat stukje dat hij mij heeft ingehaald, heeft hij alleen dat erop gezegd. Samen. Broer, deze mannen waren aan het kloten. Fuck you man. Was een klote, deze man speels aan, op de weg gaan draaien. Fuck you Ralph, fuck pretty Cyril, fuck you. Deze man heeft niets te doen. Hoe is zij? Niets te doen, man. Hey kill, wat doe je kill? Je doet echt raar man. Ik doe raar Lars, wat ga je doen? Ga even mijn flesje wijn drinken. Ah, drink nog wijntjes jongen, dit is een vrouw man. Vrouwen drinken wijn man. Rustig aan. Je bent gay kill. Gay, fuck you man. Huh? Ik ga je... Ik zie je. Zie je? Ik ga je... Wat is dat? Wat een rare geluiden maak je? Ga weg man, schei uit man. Ga uit man. Fuck you man. Schei uit, ga jij een wijntje drinken man. Deze man jongens. Jongen. Wat is, ik ga je... Boys, leg me uit, wat is dat? Leg in die comments uit, wat is dat? Man doet raar man.
Ik kom hier bij Mackie aan, deze man is gewoon gek aan het doen. Probeer het gewoon, ik weet niet wat hij aan het doen is, man. Dit is permanent, man. Permanent is dit, man. Dit is echt permanent, man. Ik kom gewoon rustig een ijsje halen, gewoon. Dit is, nou. Ik weet niet wat hij aan het doen is. Wie zo'n oom is dit, hoor? Wie zo'n oom? Freestyle, hier, je mag. Pak je 10, je hebt 10 seconden shine. 10 seconden? Pak je moment. In de flat van Gyro. Wel, hoe trap ik, pak de lift. Daarna gymmen, dus ik lift. Wil je mee, krijg ik een lift. Ik ben lid. Dat is 10 seconden. Dat, 10 seconden, man. Pak je moment, man. Als je me tegenkomt, pak je moment, man. Jullie krijgen 10 seconden om je talent te laten zien. En misschien sign ik jullie wel, man. En een Ralf. Kleine Ralf. Maar hierbij sluit ik de vlog af. Doe een blauw duimpje omhoog als je de vlog leuk vond. En sowieso, ik heb Draghi geprobeerd te bellen. Hij nam niet op, als volgens mij bang. Maar ik zeg, 1000 likes, hij gaat kaal. Wat hij wou het wel doen. Dus 1000 likes, hij gaat kaal. Ik zie jullie de volgende vlog. Love. En vergeet niet te abonneren. Ciao.